En leerlingen van het Ewald P. Meijer Lyceum hebben gisteren een expositie gehouden over hun natuurkundige experimenten. De expositie, getiteld Nexo Expo, is gehouden in de congreshal. Een van de natuurkundedocenten van het Lyceum, Marlon Gayadar, vertelt dat de experimenten door de vijfde klas leerlingen zijn gedaan. Elk experiment heeft een natuurkundige achtergrond. De studenten waren vrij om met een eigen onderwerp te komen, voegt hij eraan toe. Ingesteld om als, je kan zeggen, als ondersteuning voor het practicumonderwijs dat ze voor zorg krijgen op deze school. Om te laten zien aan anderen wat ze meegenomen hebben van de lessen. Voor de studenten is er hieraan een verslag verbonden dat ze in zouden moeten leveren. En ook een cijfer dat aan hun wordt toegekend. De studenten mogen zelf een onderwerp kiezen wat zij aantrekkelijk vinden, waarvan ze zelf zeggen van dit wil ik graag onderzoeken. Een aantal van de dingen die we deze avond gezien hebben zijn raketbrandstof hebben we kunnen zien. We hebben kunnen zien stealth technology. We hebben kunnen zien waarbij men onderzoek doet naar tornado's en wat je daar eventueel het nabootsen van de tornado's en zo het verloop van tornado's beter te kunnen begrijpen. Dat zijn een beetje key proeven die men hier heeft gedaan. Ook een van de anderen die toch wel, ik denk redelijk bekend is, ook voor de jeugd, dat is het laser light shows die vaak genoeg op evenementen meestal gepresenteerd worden. De leerlingen Justin Douglas, Lisa Sheung en Mustafa Ramahi hebben een experiment met vuur gedaan. Ze wilden bewijzen dat je vlammen groter kan maken zonder extra brandstof te gebruiken. En vandaag presenteren wij een Fire Tornado. Een opdracht dat wij hebben gekozen. En wat het eigenlijk inhoudt is, wij willen bewijzen van hoe een Fire Tornado eigenlijk in elkaar zit en hoe het werkt. En Lisa gaat jullie een doel geven. Ons doel is om te bewijzen dat je een vlam hoger of groter kan maken zonder extra brandstof toe te voegen. Als je denkt aan een gasfornuis. Als je een grotere vlam wilt, moet je er extra gas aan toevoegen zodat je een grotere vuur kan krijgen. Ja, ik zal dan praten over hoe dit Fire Vortex zich ontstaat. Er zijn twee aspecten, dat is de opwaartse kracht en de roterende beweging. De opwaartse kracht komt door dat het vuur koud lucht aantrekt, waardoor het warmer wordt en dan zal stijgen door de verlaagde dichtheid. De roterende beweging kregen we doordat we een gas hebben gezet en dan het laten draaien voor, tegen een snelheid waardoor er geen lucht meer naar binnen kan gaan, waardoor er geen zuurstof is. Zo gaat het vlam een ander alternatief zoeken en dat is dan naar boven gaan, zodat het door kan branden. Enkele leerlingen van het Ewald P. Meijer Lyceum over een natuurkundig experiment. Gisteren heeft het Ewald P. Meijer Lyceum de Nexo Expo gehouden in de congreshal.